Het hier in het museum begint met werk van deze man. César Domela Nieuwenhuis. De jongste zoon van Domela Nieuwenhuis. Zij de eigen van zoon César. Nou, Domela is belangrijk als, uh, niet alleen als kunstenaar, maar ook vooral als typograaf. En wat je ziet is dat hij uh, fotomontages combineert met, uh, met bepaalde letter, moderne lettertypes. Met die diagonalen die hij ontwikkelt vanuit de stijlbeweging. Met die primaire kleuren. Waardoor je een, een, een echte, een, de moderne, hedendaagse uh, de vorm geeft. Het voelt nog steeds modern aan. De verwachtings is binnen heeg. Het museum hoopt het zo'n 40.000 beziekers binnen te halen. Het is uh, de eerste in, in een reeks van vier uh, tentoonstellingen die we brengen. En. Uh, dit jaar. En uh, nou ja, we verwachten heel veel uh, bezoekers. En deze tentoonstelling van Cesar Domela uh, daar hebben we een aantal topwerken in. En we hopen natuurlijk dat uh, dat, dat in ieder geval een landelijke en misschien ook internationale dekking heeft. Nou. Van zelfs ontdenken van het werk van Keusner Theo van Doesburg. de man die de stijl Sa Nijdrachten nee, bracht. Uh, al die ontwerpen die, uh, die van Doesburg heeft gemaakt, uh, daar proberen we zoveel mogelijk van weer in het museum te krijgen, in drachten te krijgen. Waardoor uh, duidelijk te zien is dat, dat van Doesburg uh, niet voor niets zei dat, uh, dat drachten het begin was voor hem.